Verlassie, verlassie, dan kan ik eindelijk mijn hoofdjob beginnen, ze. Hela papamie, 50 cent, dankjewel, merci. Hey, jongens, toch, ik moet eindelijk aan die job hier beginnen, hè, jongen, want echt waar. Ik moet alles nog doen, zo biedt is dat hier vol een bak. Ik moet mijn spiegelkens nog doen, moet mijn lavaboks nog doen, moet mijn pottekens nog doen, moet mijn brilletjes nog doen. Moet ik haar brilletjes ook even doen, madame? Want dan zie je de bietige vuil, zie ik ze, hè. Nee, ik kon het zo wel laten dan. Nee, want als hier niet alles in orde is, dames en heren, dan krijg ik op mijn kop van de Freddy, hè. En het is niet omdat ik een wc, madame, zijn, dat ik op mijn kop moet laten schijnen, hè. Ik hoor dat trouwens niet, jij een wc, madame. Nee, ik hoor liever dingen. Sanitair helpster. Ja, dat vind ik ferm. Of dingen, floor manager. En voor de heel slimme mensen vind ik ook dingen schoon. De CEO van de wc in de lavabo. Ja, dat vind ik schender, ja. Maar ik werk hier gerne, dames en heren. Ik doe deze job zo gerne, dat is niet normaal. Ik ging aan overles. Als ik zo depressief was, als ik krap, ging ik naar de dokter. En de dokter die zei, Deborah de Bruce, het weet al weten wat jij nodig hebt. Verandering van lucht. Je kunt niet beter hebben, dames en heren. Ik heb hier al vogeliers van luchtjes, hè? Echt waar. Ah, voilà, zeg. Oh, wacht, al eens even zien. Wacht. Eens even, ik kon erom beginnen. Zeg, ik kon erom beginnen. Eens even zien. Ah, deze verzekering. Leeg, eens even zien. Deze verzekering is ook leeg. Bezit. Oei, Ela, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Weet jij hoeveel dat kost je om dat wc-papier? Dat meer dan hij toch niet? Allee, hieze, de rol komt er al niet trekken. Hieze, voilà. Amai, zo de regen zou jij die wc-rol wel kunnen gebruiken. Wat is dat, jongen, zo stinken? Zeg, waar zit jij gewoon eten, jongen? Dat gaat toch niet? Jongens, toch moet ik even spuiten. Wat is dat allemaal, jongen? Wat is dat? Deze dennengeur, dames en heren, dat is de beste geur dat je kunt hebben. Echt wel, allee, jongen, kom ons, hè. Hepla, voilà. Dan kijk zelf niet meer ozen me. Dat is die airconditioning, dat trekt hier op niks. Ik kon even nog een Danny bellen, jong. Van een technische dienst, wacht even, zo, hoe ziet dat heet? D-A-N-N-I, Danny, voilà, ze. Hallo, Danny? Ja, het is hier Deborah de Proost uit Puttelen, hè? Ja, de CEO van de wc in de lavabo. Wat? Allee, de sanitair helpster, ja? De wc, madame, ja. Zeg, Danny, jongen, wat is dat hier met die airconditioning, jongen? Die blaast wel, maar die zuigt niet. Wat, gelijk aan vrouw? Oh, ik moet het niet weten, jongen. Zeg, maar nee, ja, tuurlijk heb ik je gespoten. Ik heb je godverdomme een heel bus leeggespoten. Dat is precies of de reden iemand in een dennenbos zit. Je komt te beat? Dat is goed, jong. Uit te beat, maar zie je Danny. Oh, de Danny, dat is een topper, hè, jong. Echt waar. Oh, maar ik werk hier zo gerne, dames en heren. Dat is niet normaal, jong. Zo gerne dat ik hier werk. Allee, zeg, meneer, zit jij nog niet bij het gereed? Hé, hey, dat doe je die nog altijd, hè? Hallo, dat is 50 cent, ja. Hé, wilt u dat? Denkt u dat er niet moet betalen, hè? Ja, maar ik moet ze doorgaan, hè? Want als ik ze niet doorga, vertrekken ze zonder te betalen. Om als man mij te passeren zonder te betalen, dan moet er vol piet voor hem, zeg. Amai, 50 euro, dat is een gulschenker. Die artiesten zijn toch rijker dan ik dacht, hé? Wat is dat, jam? Hep. We zullen zo naar wc beginnen. Hé, hey, handen wassen, hè, makker? Ze vuile snipper. Ik zou hem straks geen hand geven na de show, hè. Zal eens gaan beginnen om dat wc genieten. Hep. Menneke. Nee, zouden moeten komen kijken. Die spieters en die spatters, die zitten tot op de rand, hè. De meesten zijn tegenwoordig voor niks niet meer... Allee, al dat wc-papier, dat kon het toch niet. Maar dames en heren, je moet niet bang zijn, hè. Bij mij zul je nooit een spatterke vinden op die wc's, hè. Want ik ben panisch voor bacteriën, hè. Bussen, chavel, kap ik in mijn wc's, hè. Mijn wc's zullen altijd proper zijn. Al moet ik met mijn kin op een warme bril hangen, proper zullen mijn wc's zijn. Want ik ben panisch voor bacteriën, hè. Echt waar, jong. Bij mij zul je ook nooit een horkje vinden, hè. Niet het, jong. Nee. Zo van die kinderen dan van die horkjes in de wc. He, van die kutten en die dikken en die langen en die bruinen van die rossen. En zo van die zwarte gekrulde. Ja, maar die hou ik bijna pottig, want die zijn goed voor de flossen. Echt waar, jong. Maar mijn wc's zijn altijd proper, dames en heren. Echt waar.
javelletjes kap ik erin. Voilà, zet dat wc-ken is helemaal proper, zeg. Oh, maar ik heb een worm van gekregen. Oh. Wat is dat, zeg? Oh, ah, dank me, dameke. Hi. Amai, die draagt precies geen onderbroek. Hallo, wat kom je doen, pipi? Of kom je een torentje bouwen? Ja, als je een torentje kon bouwen, dan moet je een vlotje maken, hè. Ja, maar dat zeg ik altijd tegen de mensen, dames en heren, dat ze een vlotje moeten maken, hè. Ja, weet je hoe dat je dat doet? Dan leg je 3 bladjes wc-papier in het midden van je wc, ja. En dan moet je zien dat je er los in het midden laat opvallen. Wat dat je dan doortrekt, dames en heren, dan heb je minder strepen in de pot. Madame, dat moet onthouden om een man te leren, ze thuis. Dan heb je veel minder werk, hè. Oh, maar ik doe het zo geer, jong wc, madame. Hé, hey, en ik heb al veel bv's gehad ook, hè. Overlist kwam dingen niet binnen, Bim Krabbe. Ja. En hij komt binnen, ik zeg, allee, kom de blokje leggen. Hij kon er niet meer lachen. Ja, wat moest pipi doen? Ik heb hem dan maar een emmer gegeven, hè. Verroep te gaan staan, hè. Ja, maar in ticht is hij nog kleiner dan op tv, hè. Zeg, en dingen heb ik hier ook gehad, hè. Mag je de blok? Ja, die zat op wc 1, 2 en 3 tegelijk. Hé, heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Ze zitten kuchen, hè. Ik weet voor wat dat die dat doet, dames en heren. Dat heb ik hier geleerd, hè. Vrouwen die kuchen om het wc, omdat ze... Wat zeg je dan? Je hebt gelijk met hem. Omdat ze bang zijn om een scheetje te laten. Ze zijn bang dat andere mensen hun scheetje gaan horen. Is het waar, madame, zeg je ook zo'n eentje? Dat is nou echt waar, heb ik je geleerd, hè. En dan beginnen ze te kuchen, hè, want dan denken ze dat andere mensen dat niet horen, maar dat gaat niet, dames en heren. Dat gaat niet. Nee, madame, jij toch, jij ziet mijn braven uit. Hoest is voor mij. Doe eens of dat je moet hoesten. Hoest is. Oei, daar zou ik mee naar de dokter gaan als ik daar was. Dat klinkt niet goed. Maar welke spieren heb jij nou juist gebruikt? De buikspieren, juist mevrouw. En doe na eens of dat je een dikke scheet moet laten. Ja, maar doe alsof, want die meneer begint al te shuffelen. Die denkt, oei, oei. Doe alsof, maar doe nou eens alsof dat je... Ja, ja. Oeh, welke spieren heb jij gebruikt? Terug de... Nee, 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 madame, niet van achter. Terug de buikspieren. Dus dames en heren, als je wilt kuchen om je scheetje te camoufleren, dat gaat niet. Want dat is 2 keer dezelfde spierengroep dat je moet gebruiken. Dus dan staat er dan als wc, madame, en dan hoorde zo... En als het een beginner is, is het zo... Ah, madameke, zit je klein, hè? Ja. Voilà, ze is het gelukt. Ja. Was het een kleine of een grote boodschap? Een boodschap? Oei, is dat hier een winkel? Ja, die heeft haar haarkleur ook niet mee. Dat is aan 50 cent, hè, hoor. Dankjewel. Jongens, je ziet die was, hè? Manneke, manneke, dat zijn gewoon 3 boodschappen op elkaar. Jongen, die strepen die zitten overal. Allee, jong, daar kon ik toch een extra productje voor moeten gebruiken. Heb ze. Nou, denk je dan natuurlijk dat ik daar een wc-burstof voor ga gebruiken. Even die strepen weg te halen, maar dat doe ik niet, dames en heren. Nee, daar ben ik mee gestopt. Als je wc-burstels gebruikt, dan moet op je vrije dag... Doe er niet anders dan die een burstop proper maken. Heel de tijd moeten al die harekjes... En die papiertjes die er nog in zitten. Kamme. Daar ben ik mee gestopt, dames en heren. Ik gebruik gewoon mijn zeemvelken. Op 30 graden onderhoud, dat is altijd proper. Prachtig zeemvelken. Voilà, we zullen eens aan beginnen, ze, dames en heren. Mijn potten zal zo proper zijn, ze. Want ik ben panisch. Oei, dat is hier een hardnekkig strepje, hè. Als je een hardnekkig strepje hebt, moet je gewoon een nageltje gebruiken, hè. Voilà, ze, even goed krabben, ze. Voilà, dat is weer al weg. Heb ze. Voilà, dat is weer al een proper wc'tje, ze. Heb ze. Oei, hier zit precies nog iets onder. Allee, dat gaat er maar niet. Voilà, dat is proper, ze. Wat is dat? Van waar komt dat, hè?
Al die wc's zijn toch leeg? Zit er net toch iemand in die middelste? Waar, Vladimirski? Everything okay, Ski? Hey. Oh, ik ga weer een trucje doen, zo. Oh. Ah, maar zie hoe dat hem kan hula hoepen. Hopla! Mannetjes! Oh! Zeg, maar die kan ook al hula hoepen, hè? Als je zo kan hula hoepen, dan zou je ook wel goed kunnen dansen, dames en heren, dansen.